Yo gasten, GameOG, welkom bij een nieuwe minigame video. Vandaag doen we de Dyna Jump Race. Het is eigenlijk vrij simpel. Je hebt een cirkel met allemaal skeletjes en muurtjes. En je moet ervoor zorgen dat je die skeletjes kapot maakt en dan met je Dyna Jump over het muurtje heen gaat. En iemand wie dan vervolgens als eerst in het midden is beland, heeft gewonnen. Het is gewoon zo snel mogelijk naar het midden gaan. Het is erg leuk deze map. Je moet het natuurlijk wel goed doen, die Dyna Jump. Ja, degene die het beste Dyna Jump gebruikt en onder de knie heeft, die gaat winnen. Dat is eigenlijk vrij logisch. Ik ben erg benieuwd. En je kan natuurlijk allemaal andere maps en dingen maken, maar voor deze minigame gaan we even deze map gebruiken. Ik vond hem al erg nice. En we gaan dan 3 rondes doen dat je gewoon alleen maar Dyna Jump mag gebruiken en niet elkaar mag killen. En daarna gaan we ook nog 3 rondes doen dat je elkaar wel mag killen. Dus dan moet je proberen het midden te halen. En dan ondertussen kan je ook nog aangevallen worden. Dus dat gaan we doen. Op die manier. En hopelijk hebben jullie er zin in. Ik heb er in ieder geval wel zin in. Vergeet natuurlijk allemaal niet een duimpje omhoog achter te laten. Zouden we de 4000 likes. 4000 likes. Heel nice zijn als het gaat. Oké, vergeet natuurlijk niet te abonneren. En op dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan. En gebruik natuurlijk de code BOWS. Als je iets koopt qua edelstenen in de shop. Wordt gewaardeerd. En de BOWS Army webshop is trouwens eventjes offline. Vrijdag komt hij weer online. Dan hebben we een nieuwe leverancier. En dan hebben we allemaal nieuwe vette producten die we kunnen lanceren. Hou het in de gaten. Het wordt echt heel vet. Ik hou jullie sowieso ook up-to-date op het moment dat het zover is. Maar ik laat even clubgenoten toe. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, iedereen is ondertussen gejoind. Dan kunnen we beginnen. Let's go! Ik ben erg benieuwd of mij dit kan gaan lukken. Ja, in principe maakt het niet heel veel uit waar je spawnt. En wat ik trouwens als tactiek heb, is om eentje de hele tijd over te slaan. Dus je maakt eentje kapot en dan sla je er vervolgens eentje over. Maar dit ging al iets minder goed. En je kan ook dubbele jumps maken. Dat is helemaal nice. Als dat lukt, dan is dat echt ziek, baas. Ik ga het even proberen. Boom. En dan, oh shit. Oké, dat is helaas niet gelukt. Dat is helaas niet gelukt. En nu misschien... Ja, die ging wel goed. Oké, ik ga eventjes weer 2 vooruit. Want ik wil natuurlijk wel winnen. Oké, die ging goed. Oké, ik ga nu weer even proberen. Dubbele jump. Oh, ziek, 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 ziek. Oké, come on, come on, come on, come on. Dubbele jumps. En oh, 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 oh. Oké, ik begin wel redelijk in het midden te komen. Maar ik denk dat ik het net niet ga halen. Kom ik in het midden? Oh, ik ben 3e geworden. Oh, we gaan nu denk ik wel dood. Oké, maar we hadden de 3e. Dat vind ik prima, Maar we willen natuurlijk ook een keertje eerste worden. Ik vind het wel echt een hele leuke minigame. Het is, je moet gewoon heel goed jumpen met Dynamike. En je moet natuurlijk ook een juiste tactiek hebben. Het is gewoon erg grappig. Maar ik zie jullie weer als het volgende potje gaat beginnen. Oké, dan gaan we weer potje nummer 2. Het leuke van deze minigame is wel dat hij gewoon lekker snel gaat. En je moet gewoon zo snel mogelijk zijn. Ik moet... Oh shit, ik heb nu weer 2 kapot gemaakt. Dat is een beetje balen. Ik zal hier even jumpen en dan moet ik er eigenlijk eentje kapot maken. En dan kan je zeg maar overslaan. Maar ik heb nu alweer, dit is een beetje stom. Ik moet eigenlijk eentje hebben. En dan, ja, oh, ik heb er nu weer 2. Oké, ik ga die daar gewoon even kapot maken. En dan probeer ik gewoon dubbel jumps te maken. Oh, die was nice, die was nice. En dan ga ik nu daar kapot maken. En dan ga ik meteen in het midden. En hopelijk gaat dit goed. Oh shit, die is niet goed genoeg. Ik hit nu wel die andere. Ga ik nu in het midden. Oh, Davey, die had een zieke jump. GG's, ik ben 2e geworden. Ik hou wel een beetje de hele tijd de top. Maar helaas net niet de eerste. Nu gaat iedereen gewoon elkaar killen. Oké, maar ik wil eerst worden. Maar ik ben eerst 3e geworden. Daarna 2e. Dan gaan we nu eerste worden. Let maar op, let maar op. En daarna gaan we dus dat je ook elkaar mag killen, zeg maar, onderweg. Dus nu mag je elkaar niet killen. Totdat er iemand in het midden is, dan is de game voorbij. Maar tot die tijd moet je elkaar niet killen. En zo meteen doen we dat wel. Dan wordt het nog veel spannender, denk ik. Oké, ronde 3. En 3 keer is scheef rechts, zeggen ze altijd. Dus nu moet ik het even goed doen. Ja, we moeten gewoon de hele tijd 1 rij overslaan. Maar dan moet je zeg maar perfect je gat hebben. Kijk, en nu... Oh, oh, yo, ik heb nu al mega achterstand. Dit is echt balen. Kan ik wel 2 tegelijk maken? Nee, dit gaat echt helemaal verkeerd. Ik doe het helemaal verkeerd. Oh shit, dit kan natuurlijk niet. Nu kunnen we die jump maken. Ik heb er nu weer 2 kapot gemaakt. Dit is stom. Dit is stom. Oké, die is beter, die is beter. Nu moeten we even tempo maken. Huppatee. En hier nog een keer een jump nemen. Gaat die goed? Ja, en dan moeten we even hier kijken. Kijk, zou je 3 rijden? Nee, je moet 2. Verder dan 3 rijden kan je niet. Oh, deze ging echt super slecht. Ik ging eventjes heel goed.
Nou nee, ik ging in de vorige games heel goed. Maar oh, dit gaat niet meer lukken. Oké, we kunnen nog wel naar binnen komen. Oh, ik heb een ongeluk gekild. Dit was echt wel hopig. Oké, maar nu gaan we met killen doen. Deze, ja, dat zien we maar even door de vingers, deze game. Maar nu mogen we dus elkaar gaan killen. Nou, dit potje moet er dan gaan gebeuren. We mogen dus nu elkaar gaan killen. Wat het alleen maar moeilijker maakt. Je hebt wel redelijk wat ruimte tussen alle dynamikes. Dus dat is wel een voordeel. Maar alsnog gaat het wel pittig worden. Kan je trouwens maar één rij kapot maken? Oh, ja, volgens mij maak je bijna altijd twee rijen kapot. Heb ik het idee. We kunnen hier even jump maken. En moeten we hier even... Ik ga kijken of ik Ties kan killen. Dat zou chill zijn. Ik moet even uitkijken. Oh, help, help. Oké, dat was Ties bijna. Ik heb hem bijna. En Ties gaat nu dood. Oké, chill. Dat is één concurrent minder. Maar hoe verder je naar het midden komt, hoe moeilijker het natuurlijk wordt. Is er al iemand in het midden geweest? Dat vraag ik me nu af. Er is al iemand in het midden geweest. Ah, shit. Ik ga nu ook dood. Oké, help. Freza, die heeft het ook gewoon gehaald. Het is gewoon mogelijk dus om het midden te halen, terwijl dat je gekild kan gaan worden. Ik heb alleen nu niet gezien wie het midden heeft gehaald. Eigenlijk moet je gewoon scheid hebben en gewoon alleen maar gaan naar het midden en hopen dat je daar als eerst bent. En dan heb je kans om te winnen. Als je te veel gaat gefocust zijn op anderen, dan wordt het denk ik te moeilijk. Dus ik ga nu alleen maar gewoon lekker focus spelen. En dan gewoon zorgen dat ik naar het midden ga en niet andere hitten dus. Power Paviani, die heeft trouwens gewonnen. GG. Oké, nou, net gebeurde het niet. Dan moet het nu een keertje gaan gebeuren. We mogen elkaar dus nog steeds killen. We moeten hier even een goede hit doen. Top. En oké, die was goed. Ja, kijk, zo moet je het hebben. Oké, die ging dus goed. Je moet gewoon zorgen dat je precies de hele tijd er eentje overslaat. En als je dat dan goed doet, dan kan je wel heel snel het midden halen. Ja, kijk, dit lijkt er meer op, dit lijkt er meer op. Want dan sla je de hele tijd namelijk eentje over. Oh, ik ga goed. Dit zou kunnen... Wow, Power, wat? Die is zo snel. Hoe kunnen we zo snel gaan? No way, dan hebben we het nog sneller gehaald. Oké, ik wil nu ook die jump halen. Ik wil in ieder geval het midden nog halen. Yay, ik ben tweede geworden. Nu ga ik Davy killen, hoppa. En nu moet ik ze hier zo killen. Kijk of ik ze kan killen. Oh nee. Oké, maar we zijn tweede geworden. Dus we komen dichterbij. Ik heb nog één laatste kans om dan zo meteen nog een win te halen. Want we doen nog één potje. En daar zet iemand ze super in. Dat is officieel niet de bedoeling. Want dan gaat de hele map kapot. Maar op zich wel echt een hele leuke minigame. Laat me weten in de comments wat jullie ervan vinden. Maar nog één laatste ronde. Met hopelijk dan dat ik win ga halen. Ik hoop het. Tot slot. Oké, dit is de laatste ronde met Dynamike. We doen zo meteen nog één ronde. En die doen we dan met Colt. Want er waren een paar die heel graag wouden dat we met Colt gingen spelen. Nou ja, dan gaan we dat gewoon ook eventjes doen. Tot nu toe ga ik trouwens wel prima. Als je eenmaal door hebt hoe dit een beetje moet, dan gaat het best wel goed. Oké, top. Nu moet ik trouwens wel uitkijken dat ik hier niet gehit ga worden. Ik word wel gehit, maar ik ben alweer weg. Oké, nice. En dan hier deze jump maken. Ik heb wel weinig levens. Maar als ik nu deze jump goed doe, ben ik gewoon als eerste. En oh nee, ik deed die jump verkeerd. Oh nee, nee. Ah, shit. Oh, als hij die skeletjes niet had kapot gemaakt, ging ik die jump nemen naar het midden. Ik was gewoon eventjes eerst. Ik had eerste kunnen worden. No way. Nu gaat Davy denk ik winnen. Of hij gaat nu dood. Nee, die gaat ook niet winnen. Ik ben benieuwd wie tot slot nog gaat winnen. Oh, ze gaan er allebei dood. Als kom me halen, als die nu naar het midden gaat, dan heeft hij gewoon gewonnen. Maar ze gaan elkaar killen. Hallo, ik was zo dichtbij. Oi. Maar als kom me halen nu die jump neemt, dan heeft hij gewoon nog gewonnen ook nog. Ik denk dat hij dat nu gaat doen. Of gaat hij eerst patatje killen? Nee, hij gaat winnen. Oké, dus hij heeft de laatste game gewonnen. Maar we doen nog één potje tot slot. En dat doen we met Colt. Want er waren een paar clubgenoten die erg graag wouden dat we met Colt gaan spelen. Dus we doen nog één keer met Colt. En wie dan als eerste in het midden komt. Met Gadget. Dat is wel grappig. Dan doen we dat even tot slot als bonusronde. Oké, de bonusronde met Colt. Dit wordt echt complete chaos. Want met je Gadget kan je natuurlijk naar het midden rennen. En je mag zeg maar ook mensen gaan killen. Het enige nadeel is dat je zeg maar nu moet wachten. We kunnen hier nog een gadget aan gaan zetten. Oh, daar is een andere Colt. Oké, die is nu al dood. We kunnen nu naar het midden. Ik weet niet eens of ik het midden nu ga halen. Ik weet niet eens. Oh, ik ga nu dood. Kom, wie was nu in het midden? We kunnen even snel gaan kijken. Zou ik kunnen toekijken? Want het is natuurlijk wel mogelijk. Oh, ze zijn al in het midden. Kom maar.
Anne, volgens mij was die als eerste. Ik vind het wel echt leuk. Met Colt is het eigenlijk ook wel grappig om op deze manier te doen. Maar dan moet je het eigenlijk doen met andere soort map. Maar op zich werkt het best wel. Je ziet allemaal van die... je ziet precies waar alle Colts hebben gelopen. Wel leuk. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Als jullie hebben genoten, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!